Eigenlijk direct na de diagnose die ik gekregen had, kwam ik heel snel thuis te zitten. Ik dacht eigenlijk wel dat het een beetje einde verhaal was, zou ik maar zeggen. We hadden een heleboel plannen om na mijn pensionering nog te gaan reizen en steden te bezoeken. En we doen het niet. Je bent bang dat je in het buitenland in een ziekenhuis terechtkomt misschien. Of op 10 kilometer hoogte in een vliegtuig krijg je een longaanval. Je wordt heel onzeker. Zelfs mijn kleindochter van school halen, dat was heel dichtbij, maar kon het stuk niet lopen. Ik kon de trap niet op. Kon vaak niet eens naar boven om te slapen. Dan sliep ik op de bank. Ja, dan moet iemand tegen je zeggen dat je de knop om moet zetten. Cruciaal voor mij is geweest mijn longverpleegkundige. Zij is degene geweest die tegen mij gezegd heeft: als je iets wil, dan zou je het zelf moeten doen. Ze hebben me in feite een schop onder mijn kont gegeven van: kom van de bank en ga bewegen, ga iets doen. En de hele periode van trainen, dat kost moeite, dat doet ook zeer. Want je gaat maar heel, heel, heel langzaam vooruit, met hele kleine stapjes. Maar je gaat wel vooruit. En op een gegeven moment ga je erin geloven, zou ik maar zeggen. Dat het kan. Ik wandel met mijn honden in het bos, ik loop trappen, ik fiets. Dus ik heb mijn leven wel weer terug.